Paul al langer dan vandaag volgen, dan weet je dat ik een hele grote liefhebber ben van het werk van Wilbert van der Steen. En ik vond het ook heel bijzonder dat ik begin oktober uitgenodigd werd voor de presentatie van zijn nieuwe boek. Een hele bijzondere gelegenheid, een hele bijzondere stripwinkel. Er staat een video op mijn kanaal van die hele presentatie. En ik moet zeggen, dat is een lange video, want dat is echt de hele presentatie. Ik was van plan om nog een korte video te maken met wat highlights eruit. Maar ja, dat is er helaas door alle drukte niet van gekomen. Maar misschien toch leuk om die eens te kijken. Want dat is de presentatie van Salto en Ubba. Buiten het feit dat ik het gewoon heel bijzonder was dat ik erbij mocht zijn, vond ik het ook heel erg bijzonder daar om Dolly Bellefleur in real life te ontmoeten. We hebben erg leuk mee gekletst. Maar ja, ik heb dit boek gelezen en ik wilde daar nog heel graag een video over maken. Want het is een heel mooi boek. Even gewoon de vormgeving. En een hele mooie signeertekening erin. Die vind ik wel heel erg gaaf. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ja, het bijzondere is even, kijk, hier zie je andere boeken die Wilbert gemaakt heeft. Ajak en Por, dat is de reeks waardoor ik zijn werk heb leren kennen. Die maakte hij samen met Marc Legendre. Dit is het laatste album. Er zijn 3 albums van verschenen. Ja, wat mij betreft hadden ze daar nog wel mee door mogen gaan. Maar ja, helaas. En natuurlijk Licht, het tweede deel. Het meest recente deel van zijn tweeluik Zonlicht. Ook weer een prachtig verhaal. Met Marc Legendre gemaakt. Deze heeft hij zelf gemaakt. Salto en Ubba heeft Wilbert ook zelf gemaakt. Maar ook in eigen beheer uitgebracht. Een crowdfundingcampagne gedaan. Nou, met succes. En vandaar dat er nu het eerste deel is. Hij is al bezig met het tweede deel. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar een prachtig verhaal. Een verhaal over 2 mensen. Die zijn zoals jij en ik. Die te maken hebben met de dagelijkse problemen van je werk. Je relatie met elkaar. Je relatie met anderen. Maar vooral even, en dat is hetgeen wat mij het meeste aansprak in het hele verhaal, is de momenten dat je aan jezelf gaat twijfelen, dat je denkt dat je niet goed genoeg bent. Die zaken die zitten erin. En dat vind ik wel heel erg mooi. Nou ja, ik ben sowieso een fan van de tekeningen van Wilbert. Oh, dit vind ik natuurlijk ook wel heel erg leuk als vlogger zijnde. Ja, ook weer met een smartphone. Ik sta hier ook met een smartphone op een driepoot een vlog te filmen. Dus ja, er zitten van die leuke aanknopingspunten in. Ja, eventjes dan dit, hè. Dat is even het verschil even tussen Salto en Ubba. Salto is een heel creatief persoon. Is een danser. Hij doet iets dat heet burlesque. Ja, als je wil weten wat het is, ga hem lezen. Er wordt wel uitgelegd hoe dat allemaal zit. Burlesque kende ik wel. Maar burlesque ken ik nog niet. Nou, dat ken ik dus nu ook hierdoor. En Salto's artiestennaam is Salto Por Favor. Nou, en hij timmert dus aan de weg als performer. Maar dat is niet altijd even makkelijk. En daardoor krijgt hij van die twijfels over van alles en nog wat. En dat zijn van die dingen, dat is zo herkenbaar. Ubba, zijn man, die heeft een eigen bedrijfje. SpongeBob is schoonmaker. Die gaat gewoon naar mensen toe en die gaat daar schoonmaken. En die heeft ook zijn worsteling om zijn bedrijfje boven water te houden. Ja, en zo proberen zij de dagen door te komen. Alleen, Salto die zit zoveel met die twijfels dat Ubba op een gegeven moment een keer tegen hem zegt van joh, jij moet een project nemen. Die uitspraak, dat gaat hem later ook nog even een beetje tussen de oren zitten. Dus wat dat betreft, er zitten zoveel van die dingen in waarvan ik zeg van, dat zijn zaken die iedereen wel eens meemaakt. Ja? Soms zeg je ook wel eens iets tegen iemand om er vanaf te zijn. Nou, daar lijkt het een beetje op. Maar dat hele idee van een project doen, dat gaat serieuze vormen aannemen. En een van de ideeën die Salto op een gegeven moment krijgt, is een workshop burlesque gaan geven. En hij vindt een aantal mensen die dat leuk vinden om te doen. En hij neemt ze mee in dat hele proces. Ja, en hij legt ze ook uit wat nou de kern daarvan is. En dat maakt het ook leuk, want je hebt soms een bepaald idee erbij. Maar als je dan eenmaal erachter komt wat de kern ervan is, dan is dat toch net even anders dan je denkt. Nou, allerlei hele toffe zaken in dit boek, waardoor ik dit echt een heel erg mooi verhaal vind.
Er zit ook nog een beetje een soort van bad guy in die probeert de boel te saboteren, waarmee je het verhaal ook wel een beetje aan het einde een cliffhanger krijgt. Waardoor we natuurlijk nieuwsgierig worden naar deel 2, van hoe gaat zich dat ontwikkelen eventjes. Nou, dat vond ik wel heel erg leuk, maar ja, van dit eerste deel heb ik gewoon genoten. Vooral van die prachtige tekeningen, van die prachtige kleuren die hij heeft verwerkt. Het is een boekje wat uiteindelijk wel vol staat met positiviteit. Ondanks de twijfels en dat soort zaken is het uiteindelijk wel een heel positief verhaal. En dat vind ik heel erg mooi en daar hou ik heel erg van. Buiten het feit dat ik gewoon een fan van het werk van Wilbert ben en blijf. En ik zie enorm uit naar het volgende deel. Maar ja, jongens, prachtig boek. Ga hem gewoon halen. Ga hem gewoon lezen. En ga ervan genieten. Ik wens je heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog.